Janit van het LKCA. Zij zal alle informatie die gedeeld moet worden over EVI 2.0 aan jullie vertellen. Maar ik wil eerst even het woord geven aan Hedy Egelmeers, de penvoerder van de domeinen. En die zal jullie een korte toelichting geven op het programma. Maar voor ik dat doe, want ik ben nog wat vergeten, is het belangrijk om even een paar dingen af te spreken. Het zou fijn zijn als jullie je microfoon dempen, maar die staat volgens mij al gedempt. En als je iets wil zeggen, dan kan dat in de chat. En Chantal houdt dat bij en ik houd dat bij. En dan kunnen we via de chat ook wel met elkaar communiceren. Of de vraag komt gewoon in de groep terecht. Maar ik wil nu het woord geven aan Hedy. Ik hoop dat zij aanwezig is, want ik zie heel veel symbooltjes staan, maar niet allemaal namen. Dus ja, ze is er, zegt Chantal. Ja, wil jij dan? Ja, oké. Okay, ja, dankjewel Hanneke. Waarschijnlijk ben ik nu zo langzamerhand in beeld. Ik zie dat zelf natuurlijk ook niet. Maar helemaal goed, ik zal me even voorstellen. Ik ben Hedy Egelmeers. Ik ben de interim programmamanager van Eigenwijs. Het CMK-programma in de Westelijke Mijnstreek, dus regio Sittard-Geleen. Ja, ik doe even een hele korte aftrap namens de penvoerders. Ik zit hier ook namens de vier penvoerders die betrokken zijn bij deze webinar. Dat zijn, ik zal ze even kort noemen, hè, want niet iedereen kent ze allemaal. Dat is het programma Doen vanuit Rik in Weert en EC Cultuurfabriek in Roermond voor Midden-Limburg. Dat is het programma Pit Cultuurwijzer van Sjoenk in Parkstad, regio Parkstad. Dat is het programma Toon je Talent van Kaleidoscoop Maastricht voor de regio Maastricht en Heuvelland. En dat zijn wij Eigenwijs voor de Westelijke Mijnstreek namens de domeinen Sittard-Geleen. Nou, ik wil jullie kort even vertellen over het doel van dit webinar. Wat wij inderdaad, wat Hanneke mooi al aangaf, hebben georganiseerd samen met Huis voor de Kunst en de LKCA. Het doel is om jullie te informeren over EVI 2.0. EVI 2.0 is een zelf-evaluatie- en monitorinstrument op het gebied van cultuureducatie, wat jullie als scholen de mogelijkheid geeft om te kijken waar sta je nu op het gebied van cultuureducatie. Het is als het ware een kwaliteitsinstrument ook. Hoe kun je het ook beter doen? Daar helpen we jullie natuurlijk graag in. Daar gaan we de samenwerking in aan. Maar het is ook belangrijk om de samenwerking die we met de meeste van jullie al hebben, om die ook te evalueren en te verbeteren. Dus het doel is eigenlijk tweeledig. Zowel voor jullie zelf als voor de samenwerking met ons. Zoe zal jullie dadelijk uitgebreid vertellen over wat EVI 2.0 is en hoe deelname daaraan plaatsvindt. Maar het spreekt natuurlijk voor zich dat het belangrijk is dat jullie ook meedoen. En EVI ook invullen, zodat we gezamenlijk een belangrijke bijdrage kunnen blijven leveren aan de ontwikkeling en de culturele vorming van de kinderen. Ja, dus dat is denk ik ons gemeenschappelijke doel van deze webinar. Wat nog wel even belangrijk is om te melden, is dat de voorwaarden en de richtlijnen rondom EVI 2.0, die kunnen per penvoerder een klein beetje anders zijn. Daar zal de betreffende penvoerder jullie als scholen ook over informeren. En dan bedoel ik met name tot wanneer je EVI 2.0 kunt invullen. Of dat deelname onderdeel is van de afspraken die met jullie zijn gemaakt. Maar daarover zal de betreffende penvoerder jullie informeren. Kort nog het programma. Zoe van de LKCA, Landelijk Kenniscentrum Cultuureducatie en Amateurkunst, start zo meteen met een korte presentatie over EVI 2.0. Daarna gaan we uiteen in een zestal groepen. Daar gaan we een minuut of 20 met elkaar delen. Waar sta je nu als school en waar wil je naartoe? Dus ook welke ambitie heb je op het gebied van cultuureducatie? Daar hebben jullie allemaal een documentje over gekregen. Een viertal scenario's, die pakken we er straks eventjes bij. Daarna komen we eventjes kort terug en in een paar zinnen delen we wat we met elkaar hebben gesproken. Waarna vervolgens vragen gesteld kunnen worden. En wat Hanneke al zei, graag in de chat.
Want we zijn met ruim 50 mensen, dus dat is anders niet te doen. En dan zullen we die proberen te beantwoorden. En vervolgens zijn we denk ik 1,5 uur verder en dan sluiten we af. Dus dat is het programma van de middag. Zijn daar op dit moment nog vragen over voordat we naar Zoe doorgaan? Nee, ik zie verder niks. Oké, nou, dan stel ik voor Zoe dat jij ons meeneemt in jouw presentatie over EVI 2.0. Ja, dankjewel Hedy en goedemiddag allemaal. Mijn naam is Zoe Zernit. Ik werk als specialist onderzoek bij LKCA. En ik ben een van de ontwikkelaars van EVI. En vandaag vertel ik jullie graag meer over het instrument, wat het is en wat het jullie kan brengen. Ik ga daarvoor even mijn scherm delen. En dan probeer ik het even zo. Zien jullie nu de presentatie in beeld? Ik zie wat knikkende gezichten. En zien jullie mij ook nog steeds? Ook wat, oké. Even kijken. Ja, zien jullie nu ook de sprekersnotities en zo? Of zie je alleen de dia-presentatie? Ik heb zelf een beetje een gekke... Chantal, misschien kun jij even aangeven wat jij nu in beeld ziet. Hedy? Ja, Chantal reageert niet. Ik zie nu jou in beeld. Net zagen wij alleen de presentatie en niet jouw aantekening. Oh, oké. Nee, prima. Ik heb zelf een beetje een vreemd scherm nu voor me, wat ik nog niet ken. Vandaar dat ik het even vraag. Maar zo moet het lukken. Hedy, ligt het programma al even toe. Ik zal kort even iets vertellen over EVI. Wat is het voor je? Sorry dat ik je onderbreek. Wij zien jou nu groot in beeld. En niet meer mijn presentatie. Niet meer jouw presentatie. Oké, Chantal, dat komt denk ik doordat ik gespotlight ben. Ik weet niet of dat... Chantal is bezig. Ik heb je niet meer gespotlight. Kijk, nee. Nu zien we de presentatie. Nu is het weer goed? Ja. Prima, dan ga ik van start. Wat is EVI? Hoe ziet het eruit? Waar gaat het over? Hoe vul je het in? Dus daar zal ik eerst iets over vertellen. En wat het opbrengt voor jou als school. Dus wat geeft het terug? Vervolgens gaan we met elkaar in gesprek en is er ook nog uitgebreid de ruimte voor vragen en kwesties. Om te beginnen wil ik even een kort filmpje laten zien waarin we uitleggen waarom EVI invullen interessant is voor jou als school. Horen jullie het geluid ook? Ja, dit even als introductie waarom EVI ontwikkeld is. EVI is een digitaal zelfevaluatie-instrument op het gebied van cultuureducatie. En met EVI evalueer je jezelf. Het is zelfevaluatie en
Het gaat om het evalueren van de randvoorwaarden voor cultuuronderwijs. Met EVI breng je eigenlijk inzicht in hoeverre cultuuronderwijs verankerd is op jouw school. Het is niet een evaluatieinstrument bijvoorbeeld voor specifieke lessen, om die te evalueren of specifieke activiteiten. Met EVI help je echt te kijken in hoeverre cultuuronderwijs bij jou op school geborgd is. Wat heel belangrijk is om te zeggen, het is zelfevaluatie. Het is dan ook geen beoordelingsinstrument. Je vult het echt voor jezelf in. Het is een reflectie op jezelf, op de situatie bij jou op school. En er is geen goed of fout. En het is zelfs zo, hoe eerlijker en realistischer je bent in de vragenlijst, hoe nuttiger EVI is. Want op dat moment geeft ze ook feedback en tips terug die echt passen bij jouw situatie. Het kan heel goed zijn dat je plannen had op het gebied van cultuureducatie waar je niet aan toe bent gekomen. Geef dat gewoon eerlijk weer in dat instrument. Daar is het voor. Je hoeft het niet mooier te maken dan het is. En op dat moment benut je ook de mogelijkheden van het instrument ten volle. Je vult het dan ook echt voor jezelf in. In sommige gevallen is het misschien wel een verplichting, maar je doet het altijd voor jezelf. En het eigenaarschap ligt ook bij jou als school. Er is niemand in principe die verder inzage heeft in de dossiers, in jouw dossier. Dat is echt van jezelf, maar daar kom ik zo nog even op terug. Belangrijk is dat EVI altijd door twee personen wordt ingevuld, minimaal. Je kunt het ook met het hele team doen. Dat doen sommige scholen ook, maar in principe heeft EVI altijd twee invullers. En dat is bij voorkeur de directeur samen met een ICC'er, een cultuurcontactpersoon of een leerkracht die zich specifiek met cultuur bezighoudt. En dit hebben we gedaan om ervoor te zorgen dat je echt even samen met elkaar in gesprek gaat over de situatie bij jullie op school. Maar je vult wel samen dezelfde vragenlijst in. Het gaat er niet om in kaart te brengen hoe verschillend je over dingen denkt. Het gaat juist om samen te evalueren en samen te reflecteren. En vooral ook samen weer vooruit te kijken naar het volgende schooljaar. Je kunt EVI één keer per 1 of 2 jaar invullen. Dat is afhankelijk van wanneer het aangeboden wordt in jouw regio. En het vaste invulmoment is het voorjaar. Dus van maart tot en met juni. Omdat EVI helpt om terug te kijken naar het afgelopen schooljaar, maar ook alvast vooruit naar het volgende en om daar plannen voor te maken. Dus dan is het voorjaar het meest logische moment. Elke keer wanneer je EVI invult, de vragenlijst, dan krijg je een terugkoppeling. Daar kom ik zo nog even op terug, dus een inzage in hoe het er nu voor staat. En elke keer wanneer je dat doet, blijven jouw gegevens bewaard in het systeem. En zo bouw je door de jaren heen je eigen dossier op, waarin je de ontwikkeling de verankering van je cultuureducatie gaandeweg zichtbaar maakt. En zoals het filmpje al zei, dit kun je heel goed gebruiken als gespreksinstrument intern met het team, met je adviseur, maar ook bijvoorbeeld met de inspectie als je cultuureducatie met hun wilt bespreken. EVI sluit aan bij cultuureducatie met kwaliteit. Qua doelen. Dat kan in jouw regio een bepaald programma zijn. Als je niet meedoet aan CMK, kun je EVI net zo goed gebruiken. En het is een landelijk instrument, maar het sluit zeker aan bij je eigen lokale situatie. Ten eerste kun je er gewoon je eigen verhaal in kwijt. Je kunt er je eigen lokale partners op het gebied van cultuur bijvoorbeeld in noemen. Maar EVI legt ook automatisch een link met de adviseur in jouw regio en verwijst je ook door bijvoorbeeld naar het scholingsaanbod in je eigen regio. Dus het is ja een landelijk instrument, maar het is op maat gemaakt voor de regio waar jij werkt en waar je school staat. Wat ik al zei, je vult EVI voor jezelf in. Je bent zelf eigenaar van het dossier. Maar een penvoerder kan wel vragen om een analyse van de dossiers. De penvoerder heeft zelf geen inzage erin, dus die kan nooit jouw dossier zomaar inzien. Maar die kan wel een seintje geven dat een universiteit die aan dit project is verbonden, in jullie geval de Universiteit van Maastricht, een analyse kan maken van de schooldossiers in de regio van de penvoerder. Dat gebeurt altijd anoniem. Antwoorden zijn nooit herleidbaar naar een specifieke school. Maar het is dus wel een hele mooie functie ook van EVI, dat dit ook de penvoerder zelf weer inzage kan geven in hoe staat het eigenlijk voor op de scholen, wat zijn ontwikkelwensen, wat zijn eventuele knelpunten waar de penvoerder nog weer bij kan helpen. Dus in die analyse is altijd leren en verbeteren
het doel voor de penvoerder. En zoals ik al zei, penvoerder heeft zelf geen inzage en je bent zelf eigenaar. Maar door mee te doen aan EVI geef je wel toestemming dat de universiteit die analyse kan doen. Het is overigens zo dat je zelf automatisch een terugkoppeling krijgt. Dus daar zit die universiteit niet tussen. Dus als je zelf EVI hebt ingevuld, krijg je direct via het systeem een terugkoppeling terug. Ik zei al, EVI gaat over de randvoorwaarden van cultuuronderwijs. En specifiek gaat het over 4 thema's of pijlers. De eerste is visie, dus je visie op cultuureducatie. De tweede is deskundigheid op het gebied van cultuureducatie. De derde is je cultuureducatieve programma, dus wat de leerlingen uiteindelijk gaan doen. En de vierde is de samenwerking met name culturele partijen. En EVI gaat niet mee deze, of geeft niet alleen inzicht in deze pijlers afzonderlijk, maar biedt ook inzicht in hoeverre ze onderling met elkaar samenhangen of in de consistentie. En dat wil zeggen, het kan zijn dat je in je visie bepaalde speerpunten hebt waar je op in wilt zetten met cultuureducatie, om maar een voorbeeld te noemen, creativiteitsontwikkeling. Dan geeft EVI ook inzicht in hoeverre je dat speerpunt ook terug laat komen bijvoorbeeld in je deskundigheid. Heb je ook leerkrachten in je team die deskundig zijn op dat gebied? Komt het ook terug in je programma en in je samenwerking met anderen? Dus EVI geeft ook een beeld terug van de consistentie van je van je visie en de uitvoering. In hoeverre dat met elkaar in een lijn is. Nou, daar kom ik ook straks nog weer even op terug. En per pijler krijg je elke keer hetzelfde type vraag weer terug. Om te beginnen beschrijven, dus breng de situatie in kaart. Bijvoorbeeld als het gaat om je visie op cultuureducatie. De tweede vraag helpt je altijd om te reflecteren op die situatie. In hoeverre ben je daar tevreden over? Zijn er nog dingen waar jullie misschien niet tevreden over zijn? Vervolgens waardeer je een aantal stellingen, daar kom ik zo op terug. En daarna kijk je verder. Wil je je op dat vlak verder ontwikkelen? En zo ja, hoe wil je dat doen? En bij die vraag heb je ook elke keer de mogelijkheid om de hulpvraag aan te vinken, waarmee er automatisch een mailtje gaat naar de lokale adviseur om aan te geven dat jullie als school graag ondersteuning willen bij dat ontwikkelpunt. Dus daar kun je ook voor kiezen. Die functie kun je ook benutten. En tot slot geef je aan in welk scenario je denkt te staan wat dat onderdeel betreft. Nou, daar kom ik zo ook op terug. Want EVI is opgebouwd uit 4 scenario's. Het achterliggende groeimodel kent 4 scenario's van niet geïntegreerd, niet geborgd cultuuronderwijs in scenario 1 naar zeer stevig verankerd cultuuronderwijs in scenario 4. En daar hebben we eigenlijk 4 niveaus of 4 gradaties in onderscheiden. En hier zie je een voorbeeld van de scenario's voor het onderdeel visie. En zo hebben we voor elke pijler 4 scenario's. En jullie hebben ook in aanloop naar deze bijeenkomst de 4 scenario's als totalen in de mail gekregen. Daar gaan we straks mee aan de slag. Hier zie je dus een voorbeeld van visie. En wat heel belangrijk is om te zeggen, is dat het doel van EVI niet is om jou naar scenario 4 te krijgen. Stel dat het je eigen ambitie is, dan is dat prima. Maar EVI helpt vooral om te kijken, waar sta ik nu? Ben ik daar tevreden over of wil ik verder groeien? En dan helpen die scenario's om te kijken, goh, stel dat ik een stap verder wil zetten op het gebied van visieontwikkeling, wat kan ik dan doen? Dus dat is het achterliggende idee van die 4 scenario's. Ik noemde net ook al even de stellingenvraag. Hij is waarschijnlijk wat te klein voor jullie om te lezen, maar ik zal hem even toelichten. Je kunt cultuureducatie op een heel aantal manieren en voor een heel aantal doelen inzetten. Bijvoorbeeld om ambachtelijke vaardigheden van leerlingen te stimuleren. Ik noemde net de creativiteitsontwikkeling. Voor het stimuleren van de sociaal-emotionele ontwikkeling. Nou, zo noem ik er 3. Wij hebben een lijstje van 10 van dit soort speerpunten opgesteld op basis van de analyse van een heel aantal cultuurbeleidsplannen van scholen, maar ook op basis van de huidige curriculumherziening voor kunst en cultuur. Dus zo is dit lijstje tot stand gekomen.
En je krijgt voor elke pijler de vraag in hoeverre die stellingen daarin terugkomen. Dus bijvoorbeeld voor visie, in hoeverre is creativiteitsontwikkeling, het stimuleren daarvan, een speerpunt in jouw visie? Dat kan het helemaal niet zijn, of dat kan het heel sterk zijn. Het hoeft niet allemaal erin natuurlijk. Je geeft aan in hoeverre je dat herkent. En die vraag herhaalt zich voor deskundigheid. Dus in hoeverre heb je deskundigheid in huis op deze vlakken? In hoeverre komt het terug in je programma en in hoeverre in de samenwerking met partners? Het lijkt alsof je 4 keer dezelfde vraag beantwoordt, maar als je dat dus elke keer heel zorgvuldig vanuit het gevraagde perspectief, dus vanuit de visie, vanuit de deskundigheid beantwoordt, dan krijg je straks inzage in wat ik net al die consistentie noemde. Dus in hoeverre je de speerpunten, in hoeverre ook die ook tot uiting komen in de uitvoering. Misschien al goed om even een momentje te nemen om te kijken of er al vragen zijn. Ik wil even in de chat kijken. Nee. Nou, dan ga ik nog even verder. Neem ik jullie even mee in de opbrengsten van Evi. Dus wat krijg je terug als je Evi hebt ingevuld? Even kijken, er is iets misgegaan, krijg ik de melding. Ik hoop dat jullie hem nu ook weer zien. Wij zien hem. Ja, ik kan niet verder klikken. Dan geeft hij aan dat er een fout is met het laden. Ik zal even... Nee, hij doet het niet. Ik ga even opnieuw mijn scherm delen. Dan hoop ik dat het probleem... Ik stop even met het delen van mijn scherm. En dan ga ik het opnieuw doen. Nee. Dan ga ik even op een andere manier mijn scherm delen. Via. Zo. Hij moet bij mij even laden. Ik hoop dat jullie mij nog horen en zien, want mijn computer is vastgelopen. Wij horen en zien jou wel. Oké, ik denk dat ik even moet wachten op dat... dat hij de PowerPoint geladen heeft. Ja, nou is die er. Nu zien jullie als het goed is mijn PowerPoint-modus. Ja. Dan pak ik hem hier weer op. Ja, zien jullie hem nu ook weer in beeld? Ja, ik ben hem zien. Ah, fantastisch. Nou. Goed, wat geeft Evi terug? Als je Evi met z'n tweeën hebt ingevuld, je zet ook allebei je handtekening eronder. Op dat moment krijg je direct een terugkoppeling. Digitaal, online, dus in de webomgeving. Maar je kunt ook altijd inloggen en hem downloaden als PDF. Dat noemen we een Evi-dossier. En daarin zie je waar je staat met cultuuronderwijs. Je krijgt inzage in die consistentie tussen visie en uitvoering. Dat zal ik zo even laten zien. Evi geeft ook tips en ideeën voor vervolgstappen. Dus stel, je zit in scenario 2 wat visie betreft. Dan geeft Evi ook aan wat je zou kunnen doen om in scenario 3 te komen, mocht je dat willen. En Evi geeft ook een poster die je kunt printen met alle uitkomsten in 1 oogopslag. En dit dossier kun je altijd weer terugvinden als je inlogt. Nou, hoe zien die uitkomsten in 1 oogopslag er dan uit? Want dit is een voorbeeld. Je ziet altijd je gemiddelde scenario, die zie je hier linksboven, die wordt berekend op basis van die 4 verschillende uitkomsten van die pijlers. En dan moet ik wel altijd bij zeggen, dat gemiddelde scenario is eigenlijk niet zo heel interessant. Interessanter is om naar die 4 verschillende pijlers te kijken. Deze school zit qua visie in scenario 4, programma in 2, samenwerking in 1 en deskundigheid in 3. En dat vormt samen dus die 2,5. Maar als je dan doorklikt, dan kun je nog eens verder kijken bij visie en bij programma. En zo zie je ook
samenwerking, zitten we in één, zijn we daar tevreden over of zouden we dan wat dat betreft ook nog wat verder willen groeien. En je hebt hier ook de optie om die consistentietabel in te zien. Dit is de consistentietabel, mogelijk ook wat te klein in jullie scherm om te lezen, maar ik zal hem ook even toelichten. De consistentietabel bestaat uit 4 onderdelen en hier zie je die stellingen weer terug. Het geeft aan, bijvoorbeeld, deze school heeft als speerpunt dat leerlingen zich leren uiten door artistieke expressie en presentatie. En dit hebben ze ook. Dit komt ook terug in hun deskundigheid en in hun programma en in hun samenwerking. Dus daarvan geeft Evie terug, dat doe je consistent. Maar zo zijn er ook dingen die misschien wel sterk in de visie staan. Zoals het ontwikkelen van creatief en innovatief vermogen. Maar waarover nog weinig deskundigheid in het team is. En waar het programma eigenlijk ook nog niet zo op gericht is. Dus dan geeft Evie aan, dit is nog weinig tot niet consistent. Het is wel een speerpunt in je visie. Dus misschien kun je hier, dat is gewoon ter overweging, nog wat qua uitvoering nog wat op versterken. Nou, je ziet hier alleen de bovenste helft van de tabel. Er zijn hieronder natuurlijk ook nog zaken die niet in de visie terugkomen. Maar bijvoorbeeld wel heel sterk in de uitvoering. Daarvan zeggen we wel eens, nou, dat is eigenlijk laaghangend fruit. Je doet er al heel veel op. Dit zou je op kunnen nemen in je visie, want dit doen jullie al heel sterk. En ten vierde zijn er altijd dingen die je niet in je visie hebt staan en die ook niet zozeer terugkomen in de uitvoering. Prima, daar hoef je misschien niks mee. Dus het is puur bedoeld als een soort bewustzijnsrapport of een soort reflectie op de stand van zaken. Waar je met je adviseur met elkaar over in gesprek kunt gaan. En dit kan ook helpen om te bepalen waar je op in wilt zetten. En nogmaals, het betekent echt niet dat je al die 10 stellingen, dat je dat allemaal zou moeten doen. Hè? Want we zeggen juist wel eens, nou focus en doe 1, 2, 3 dingen heel goed. Maar dat is aan jou als school en het is dus puur om een beeld te geven van waar je staat. Nou, dit is ook het moment om met elkaar in gesprek te gaan over de scenario's die jullie hebben gekregen. En ik zal het delen van mijn scherm stoppen. Maar misschien, Hedy, is het nog wel goed om even te kijken of er nog vragen zijn. Zeker, dat kan nu en dat kunnen we ook straks nog doen. Zijn er op dit moment al vragen aan Zoe of aan mij of Hanneke of een andere penvoerder? Zet het dan even in de chat. Ik zie wel 1 handje, maar dat is op zich ook prima. Janette Kuipers. Vraag maar. We zijn dit jaar gestart met de introductie van het kunstkabinet. En mijn vraag is eigenlijk, kun je dan eigenlijk dit ook invullen puur als om de begin-situatie in beeld te krijgen? Zoe, wil jij daarop antwoorden? Ja, ik ken dat specifieke programma niet. Maar als het meer gaat om Evie gebruiken als een soort nulmeting. Ik weet niet of dat dan precies de goede vertaling is. Ja, nee, dat kan zeker. Prima. Dus inderdaad, de eerste keer dat je met Evie gaat werken, breng je gewoon in kaart hoe het nu is. Eigenlijk iedereen kan Evie invullen. Of je nou heel veel doet aan cultuureducatie, of je net gestart bent, of misschien nog helemaal niet gestart bent, dat maakt niet uit. Iedereen kan met Evie werken. En de eerste keer bied je altijd een soort nulmeting. Ja. Oké, dankjewel. Nog meer handjes? Ik zie er geen meer. Nee, ik ook niet. Misschien kan ik nog wel even het volgende aanvullen. We hebben namens de 4 penvoerders ook een paar vragen toegevoegd aan Evie 2.0. En dat gaat met name over hoe jullie de samenwerking met de betreffende penvoerder in jullie regio ervaren. Dus dat even ter informatie, maakt voor jullie in principe natuurlijk niet echt uit. Het is gewoon onderdeel, integraal onderdeel van de vragenlijst of van het monitorinstrument. Maar voor ons als penvoerder is dat natuurlijk een hele prettige manier om de samenwerking met jullie nog te kunnen verbeteren. Ja, en ook misschien goed om nog aan te vullen dat ik straks nog even terugkom op wat meer praktische zaken. Dus hoe lang duurt het invullen, et cetera. Dus dat komt straks ook. Ik zie nog een handje van Sylvie. Wou je vraag stellen?
Sylvie, jouw geluid staat uit. Ik weet niet of dat je je vraag al aan het stellen bent. Ik heb mijn geluid. Horen jullie mij nu wel? Ja, ik had mijn oortjes in en op een of andere manier doet de microfoon het dan niet. Dat is een beetje gek, maar goed. Een vraagje, welke kosten zijn daar aan verbonden aan het instrument? Ja, dat is een hele goede vraag. Ik hoor mezelf nu een echo, geloof ik. Ja, EVI is gratis. Oké, duidelijk. Ja, EVI is ontwikkeld met een subsidie van het Fonds voor Cultuurparticipatie. En is daardoor gratis voor alle scholen. Oké, duidelijk. Dankjewel. Als er verder geen vragen zijn, dan stel ik voor dat Chantal jullie nu in de breakout rooms gaat zetten. Daar gaan jullie het gesprek voeren over de vier scenario's onder leiding van een gespreksleider. Dat zal een van de penvoerders zijn. En over 20 minuutjes komen we dan weer terug hier in deze plenaire ruimte, digitale ruimte. Veel plezier allemaal. Chantal gaat nu jouw werk doen. Hoe het verder zou gaan. Het kan zijn dat je al een uitnodigingsmail hebt ontvangen. Die krijg je dan van noreply@evi2.nl. Sommige van jullie hebben die al ontvangen. Anderen ontvangen die binnenkort of kunnen bij de penvoerder aangeven die te willen ontvangen. Daarover zul je geïnformeerd worden door je penvoerder. En van die penvoerder hoor je inderdaad ook wanneer je EVI in kunt vullen. Het is zo, je krijgt die mail op een bepaald mailadres. Dat is ook je gebruikersnaam en dat mailadres moet je ook gebruiken voor het registreren van je account. Dat is wel even belangrijk. Stel dat je dat mailadres wilt wijzigen, dan kun je even contact opnemen met je penvoerder. Vervolgens kun je inloggen op de website en als je vragen hebt of problemen, dan kun je altijd je adviseur bellen of mailen. Of naar het algemene mailadres evi@lkca.nl. Nou, heel praktisch. Je vult het dus met z'n tweeën in. En we zeggen tijd is duur gemiddeld een uur. Maar de eerste keer kan het best zijn dat het echt wel wat meer tijd kost. Als je het met z'n tweeën doet bijvoorbeeld. EVI is nieuw. Je doet het voor de eerste keer. Dus dat kan zomaar anderhalf uur duren. Het is wel zo voor een volgende keer wanneer je EVI weer invult. Dan zie je de antwoorden van de vorige keer nog. En dan kun je wat sneller eventueel herzien, aanpassen. Maar de eerste keer is het dus wel het meeste werk. Het is handig om bijvoorbeeld je cultuurbeleidsplan, als je die hebt, bij de hand te hebben. Of je schoolvisie. En je kunt altijd weer afsluiten en weer verder gaan op een ander moment. De antwoorden blijven altijd bewaard tot de sluitingsdatum. Dus stel dat je tot 1 juni hebt om EVI in te vullen. Dan moet je hem op 1 juni ook wel echt hebben afgerond. Want anders blijven die antwoorden niet bewaard. Ja, en dus wanneer je de volgende keer invult, dan zie je de antwoorden van de vorige keer. Dus zo bouw je dat op. Nou, dit is de website evi2.nl, daar ga je naartoe. En dat voor zover het praktische deel nog. En dan kunnen we wat mij betreft ook over naar de vragen, Hedy. Yes. Goed. Zijn er vragen? Graag even in de chat. Nou, vooruit dan. Toch een handje. Sylvie van Duurling. Ja, even een vraagje. Als je hem samen invult, betekent dat je hem los van elkaar invult met je directeur en de ICT'er? Of vul je hem echt tegelijk samen één formulier in? Ja, dat kan allebei. Okay. Je geeft aan in EVI wat je wil. Je kunt hem tegelijkertijd samen invullen, dan zit je gewoon naast elkaar. Of je kunt hem apart en na elkaar invullen. En het systeem past zich aan qua routing aan jouw voorkeur. Okay. Dus als je zegt, we vullen hem samen tegelijkertijd in, dan kun je hem ook meteen met z'n tweeën ondertekenen. En anders loopt dat na elkaar. Okay. Allebei is mogelijk. Oké. Okay. Er staat een vraag in de chat. Wanneer is deelname verplicht? Ja. Daar kan ik wel even iets over zeggen. Dat is afhankelijk van de afspraak die je met je betreffende penvoerder hebt gemaakt. Als ik me niet vergis, maar corrigeer me Norbert en Helen als ik het niet goed zeg, is in de regio Midden-Limburg, dus de deelnemers aan het programma Doen en de deelnemers aan ons programma, dus regio Westelijke Mijnstreek, daar is deelname aan EVI verplicht voor. Omdat dat het monitoring en evaluatie-instrument is waar we vanuit ons programma aan deelnemen. Klopt. Oké. Ja. Ja.
Nog meer vragen? Erlinde? Dus ja, ik hoor deelname is verplicht, dus dan moet dat voor juni zijn ingevuld. Correct. Ja, oké. Dankjewel. Ik zie verder helemaal geen handje vragen meer. Nou, dan denk ik dat het verhaal van Zoe heel duidelijk is geweest. Dankjewel Zoe dat je hier vanmiddag was om ons dit verhaal te vertellen. Wij gaan als Huis voor de Kunsten jullie in ieder geval de PowerPoint-presentatie doorsturen van Zoe. Vragen kun je natuurlijk ook altijd nog op een later tijdstip stellen aan je penvoerder of aan Zoe zelf of bij het Huis voor de Kunsten. De opname wordt gedeeld. Ik denk dat we dat op onze website gaan doen. En dat communiceren we zowel naar jullie als deelnemers, maar ook naar de penvoerders. En die kunnen het dan weer in hun eigen netwerk verspreiden. Zodat diegenen die dat willen het nog een keer terug kunnen luisteren. Of met een collega kunnen bekijken. Of wat dan ook. Dus ik weet niet of er verder nog opmerkingen zijn van de penvoerders, van andere mensen. Als dat niet zo is, wil ik jullie graag allemaal heel erg bedanken voor je aanwezigheid en voor je inbreng. En dan wens ik jullie nog een hele fijne dag. Het zonnetje schijnt nog even. Ik zit even in de zon te kijken. En wellicht tot een volgende keer bij een ander onderwerp. Dank jullie wel allemaal. Oké.